Rotterdam telt maar liefst 85.000 mantelzorgers. Een getal waar we trots op zijn. De Mantelfoon helpt hen met raad en daad. In deze podcastserie gaan we dieper in op het fenomeen mantelzorg. Welke uitdagingen kom je tegen en wat zijn zoal de mooie kanten van mantelzorg? Van harte welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Mantelfoon podcast. Mantelfoon is het telefonische dienst, het telefonische nummer waar je naartoe kan bellen voor al je vragen als het te maken heeft met mantelzorg. 24 uur per dag, 365 dagen per jaar staan daar mensen klaar om je in raad en daad bij te staan voor al je vragen rondom mantelzorg voor de regio Rotterdam en omstreken. We maken deze podcast alweer enige tijd en het leek ons zo aan het einde van het jaar is leuk om terug te blikken over wat we allemaal hebben meegemaakt. In wel weer een bewogen jaar, mag ik wel zeggen. En daarvoor heb ik bijzondere gasten aan tafel, namelijk, het is een kijkje in de keuken deze aflevering. Drie mantelzorgcoaches en iemand van de zorgcentrale. Marielle, jij bent de persoon die onder andere met je collega de telefoon opneemt. Als iemand belt naar de mantelfoon, naar mantelfoon, ja. Ja, zeker. Nee, van harte welkom. Ja, dankjewel. En we hebben drie mantelzorgcoaches aan tafel. Nou, niet helemaal aan tafel. We hebben Manon en Aniek aan tafel en Sandro aan de telefoon erbij. Van harte welkom, iedereen. Welkom. Dankjewel. We hebben jullie gevraagd voor deze aflevering ook een aantal cases mee te nemen om eens terug te blikken op het jaar. Sowieso, ik ga even bij jou beginnen, Marielle. Kun jij heel eventjes je voorstellen wie je bent, wat je doet en met name wat je achtergrond is in opleiding onder andere? Zeker. Je zegt het al, ik ben Marielle. Ik kom vanuit de zorgcentrale. De zorgcentrale zit in Schiedam en daar nemen wij de telefonie aan voor de mantelfoon. Mijn achtergrond is bewegingsagoog. Dus dan zou je zeggen, nou, wat doe je op een zorgcentrale? Op het moment dat ik mijn diploma gehaald heb, kwam corona. Dat gewoon een beetje roet in het eten. En bewegingsagoog is eigenlijk sporten met mensen met een beperking. En ik wilde wel een beetje in die lijn blijven. Dus wel een beetje de welzijnskant. Nou, mantelfoon, dat valt in een zorgcentrale onder het kopje welzijn. En vandaar dus dat ik dat kopje op mij heb genomen. Ja. Daar heb ik eigenlijk veel zin in. Daar zit ik nu een half jaar. En bij deze. Ja, super. Ja. Nou, leuk om jou in de uitzending te hebben. Want jij bent normaal gesproken alleen de stem van Mantelfoon. En nu ook in de uitzending het gezicht erbij. Dus goed om dat eens mee te maken. Manon, jij in het kort, mantelzorgcoach. Ja, welkom. Bedankt voor de uitnodiging. Ik ben Manon, mantelzorgcoach bij Mantelfoon. Sinds september werkzaam, dus nog redelijk kort ben ik actief bij Mantelfoon. Ik heb de opleiding maatschappelijk werk en dienstverlening afgerond, 2020. Daarna ben ik echt op zoek gegaan naar een baan, maar kon maar geen baan vinden. In de tussentijd heb ik me georiënteerd op mindfulness en heb ik bootcamplessen gegeven. En toen kwam ik vacature tegen voor mantelzorgcoach. En daar heb ik op gesolliciteerd. En sindsdien ben ik hier werkzaam. Een halfjaartje aan de bak. Yes. Ja, leuk. Aniek, vertrouwd gezicht. Ja. Welkom terug. Dank je. Heb jij nog een voorstelrondje nodig? Ik weet het niet. Ja, ik heb ook geen idee. Hoe lang zit jij al bij Mantelfoon? Of in ieder geval als mantelzorgcoach? Ruim een jaar. Nu sinds september vorig jaar. Ja, nog steeds leuk. Ja, zeker. En Sandro, van harte welkom ook. Jij zit aan de telefoon erbij. Ja, hallo. Hallo. Ja. Hoe heb jij het afgelopen jaar ervaren? Hoe kijk jij erop terug? Ik wil nog wel heel even ingaan op de vraag van wat je nodig hebt om misschien dit werk te doen. Ja, tuurlijk. Qua opleiding, hè? Want je vroeg daar natuurlijk naar. Maar volgens mij zijn het wel meestal mensen die social work hebben gedaan vanuit die richting komen. En voor dit werk is het wel heel erg belangrijk van wat je... Ja, goed het gesprek kunt aangaan met mensen en goed kunt luisteren. En natuurlijk ook wel veel verstand hebt van de sociale kaart. Nou, het is een ongelooflijk sociaal beroep volgens mij. Sandro, wat heb jij voor achtergrond? Ik ben begonnen met sociaal-juridische dienstverlening. En dat is natuurlijk ook social work-achtig, maar dan vooral gericht op de wet en regelgeving. En ik heb niet zo heel lang geleden, maar wel voordat ik hier kon werken, heb ik de opleiding voor mantelzorgmakelaar gedaan. En dan ga je echt heel erg in op alle wet en regelgeving die er is, waar mantelzorgers mee te maken kunnen hebben, maar ook de organisaties waar ze mee te maken kunnen hebben, hoe je die kunt bereiken en hoe je de aanvraag en dergelijke kunt doen voor hetgeen wat je nodig hebt.
Ja, dus dat landschap goed in kaart hebben van wat er beschikbaar is, zowel professioneel als gewoon lokaal. Ja. Ja. En we hebben drie mantelzorgcoaches aan tafel. Hebben we dan ook alle drie een ander specialisme? Moet ik dat zo zien? Annie? Ja, een beetje wel. Ja. Ja. Maar, Sandro die vertelde natuurlijk al dat hij mantelzorgmakelaar een opleiding voor heeft gedaan. Dat gaat heel erg over de wet- en regelgeving. En zelf hou ik me bijvoorbeeld vooral bezig met het signaleren en ondersteunen van jonge mantelzorgers. En dat heeft ook te maken met mijn achtergrond. Waarin ik veel heb gewerkt met jongvolwassenen en gezinnen. Binnen de geestelijke gezondheidszorg en ook in het onderwijs. Waar ik natuurlijk ook studerende mantelzorgers. Waar ik met studerende mantelzorgers te maken had. Ja. Ja. En Manon, vanuit je mindfulness bepaalde specialiteiten gekregen? Nee, okay. Nee, nog niet. Nee. 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 Maar je bent nu een half jaar als mantelzorgcoach bezig. Ja. Al een plekje gevonden in dat opzicht? Ja, ik rolde makkelijk. Het gaat je goed af. Ja, het gaat me goed af, ja. En het is echt een mensenwerk, hè? Je bent natuurlijk echt alleen maar met mensen bezig. Maar jij ook, Marielle, op jouw manier. Zeker, ja. Ze komen als eerste bij ons binnen op de centrale. En daar proberen we eigenlijk alles al in één keer zo goed mogelijk mensen te helpen. En op het moment dat wij denken van nou, ze hebben meer ondersteuning nodig, dan komen ze bij Aniek en bij Manon terecht. Ja, hoe gaat dat in zijn werk? Het is altijd een verrassing wie er aan de andere kant van de lijn zit. Ja, zeker. We hebben een soort tijdlijn hebben wij bij ons op de centrale. Dat zien we aan de hand van een tv-scherm. En daarin zien wij wat er binnenkomt. En op het moment dat Mantelfoon binnenkomt, dan kunnen we die lijn aannemen. En dan is het inderdaad de vraag waar zal het over gaan. En dat kan over een PGB-aanvraag kan het gaan. Maar dat kan ook over een waardering gaan vanuit de mantelzorg. Ja, ja. Wat voor soort mensen bellen er? Wij weten als met de ervaring van de podcast dat lang niet iedereen die mantelzorger is, dat ook van zichzelf weet. Maar weten de mensen die bellen wel dat ze onder het kopje mantelzorger vallen? Of? Nou, eigenlijk ook niet altijd. En eigenlijk iedereen kan bellen naar de mantelfoon. Dus dat kan een partner zijn, dat kan een dochter zijn, maar dat kan ook een derde partij zijn. En de stelregel is dat je minimaal, moet ik het goed zeggen, 8 uur per week, minstens 3 maanden voor iemand zorgt. En die vraag die komt ook wel regelmatig binnen. En dan is het wel fijn inderdaad dat wij daar antwoord op kunnen geven. Want wat je aangeeft, niet iedereen weet dat zij mantelzorger zijn voor iemand. En vandaar dat Rotterdam ook een waardering uitspreekt naar de mantelzorgers. Ja. Dus het kan heel verschillend zijn wat er binnenkomt bij ons. Ja. En die vraag stel je dan vrij letterlijk. Van hè, hoeveel uur per week besteedt u daaraan? En als iemand nou net daaronder valt, wat dan? Ja, durf ik niet te zeggen. Het is een stelregel. En op het moment dat zij dat vragen, dan is dat eigenlijk wat wij doorkrijgen. En op het moment dat daar eigenlijk dus meer ondersteuning bij komt kijken, geven wij hem eigenlijk door aan het back-office. In feite is het niet zo belangrijk, want er zijn een telefoonnummer waarnaar gebeld kan worden met vragen over mantelzorg. Dus in principe maakt het nog net uit of iemand mantelzorg is. Het kan ook een professional zijn. Of iemand die geen mantelzorg is, die voor iemand anders belt, die voor iemand zorgt. Ja. En die definiëring inderdaad van uren en zo, dat is natuurlijk een ambtelijke definiëring is dat. En mensen die bij jou aan de telefoon komen, die proberen natuurlijk zoveel mogelijk te helpen, maar er komt een punt waarop je beslist, deze persoon kan de hulp van een mantelzorgcoach gebruiken. Hoe gaat dat? Hoe geven jullie dat balletje door? Hoe werkt dat in de praktijk? Nou, wij werken eigenlijk altijd met een systeem waarin wij een formulier openen. Daarin staat ook ons protocol. Dus op het moment dat er een vraag komt waarvan wij de vraag eigenlijk niet kunnen beantwoorden aan de hand van het protocol, geven wij aan dat we het fijn zouden vinden om de gegevens eventueel te noteren. Of in ieder geval een telefoonnummer waarop zij teruggebeld kunnen worden. We zijn in ieder geval blij dat mensen bellen. Ja. Nou ja, en ik kan ook. Kijk, uiteindelijk moet er administratief altijd ergens een formulier aan te pas komen. Maar daar gaat het natuurlijk niet om. Hè. Het gaat erom dat mensen een telefoonnummer hebben waar ze naar kunnen bellen. En dat er gewoon iemand is die naar ze luistert, toch? Ja. Dat zeker. 24/7. Ja. Zeker. Heb je ook nachtdiensten? Ja. Hoe is dat? Heel verschillend eigenlijk. Het ene moment kan het heel druk zijn en het andere moment wat rustiger. Maar we zitten uiteindelijk wel op een alarmcentrale, zeg maar, voor de zorg. Dus het kan ook zijn dat er bijvoorbeeld iemand uit bed valt en het verkeerd gevallen is. Maar het kan inderdaad ook zo zijn dat er een mantelfoon binnenkomt. Ja, dus dat is heel verschillend. Ja, zeker.
Dat is een vraag aan iedereen. Hoe zorgen jullie ervoor dat, dat mensen zich gehoord voelen? Dat mensen hun ei kwijt kunnen? Nogmaals, die formulieren wil je niet tegelijk erbij pakken. Hoe zorg je ervoor dat mensen zich op hun gemak voelen? Ik denk dat het belangrijkste is dat je luistert en dat je probeert door te vragen wat precies de situatie is. En dat is denk ik uiteindelijk het belangrijkste wanneer er iemand belt. Dat je aandachtig luistert naar het verhaal wat iemand bij je kwijt wil. En naar de hulpvraag die er is. Ja. Ja, en wij hebben ook de tijd. En dat helpt ook al. Dus gewoon de tijd voor iemand nemen, dat helpt ook al heel erg. We hebben vandaag de unieke kans om een kijkje in de keuken te krijgen van jullie werk aan de achterkant van Mantelfoon en jullie als mantelzorgcoaches. Jullie hebben allemaal een situatie, een casus voorbereid van een situatie die zich heeft voorgedaan. Ik denk in het afgelopen jaar. Sandro, mag ik aan jou als eerste vragen om te vertellen wat je hebt meegemaakt? Ja, dat was een situatie van een mantelzorgster. Iemand die vrouw die verzorgde haar man. En die vrouw die was wel heel druk met het mantelzorg bezig toe aan een vakantie. En was op zoek naar respijtzorg, in ieder geval een logeeradres voor haar man. Waar hij dan tijdens haar vakantie kon verblijven. En zodat hij goed verzorgd zou worden. Dat was het punt. Nou, ik werd in eerste instantie door een vriend gebeld van die vrouw, want die hielp hen ook om dat te regelen. En waar ze tegenaan liepen was dat ze toch niet precies wisten waar ze terecht konden, maar ook hoe het gefinancierd kon worden. Oh ja. En dit is iemand ook geweest die als eerste Mantelfoon heeft gebeld? Of? Nee, want volgens mij waren ze eerst bij Logeerhuis de Buren. Hadden ze contact mee gekregen. Logeerhuis de Buren is een plek in Rotterdam, op Katendrecht, waar mensen opgevangen kunnen worden voor een bepaalde tijd. Mensen die ziek zijn of verzorgd worden. En dat is heel laagdrempelig is dat. Dus daar waren ze terechtgekomen. Maar toen bleek eigenlijk van dat die man eigenlijk iets te slecht was, of in ieder geval om daar terecht te kunnen. Want bij Logeerhuis de Buren is zeg maar een criterium dat mensen wel in staat moeten zijn om zelf naar het toilet te gaan. Ja, ja. En dat was in dit geval, waarschijnlijk niet, lukte dat niet. En toen waren ze wel al verder gekomen bij het buurtzorgpension. En dat zit ook in Rotterdam. En dat, en dat leek wel passend te zijn, maar toen kregen ze het advies om voor de financiering een WMO-aanvraag te doen. En dat zou heel erg lang gaan duren. Dus ze zaten een beetje met de handen in het haar. Dus toen had Logeerhuis de Buren, iemand van Logeerhuis de Buren, die had wel gezegd van, nou, bel nou maar even met de mantelfoon, wie weet kunnen ze je daar verder helpen. Oh ja, dus het kwam eigenlijk via niet omgekeerde weg, maar het kwam, de volgorde was iets anders dan gebruikelijk. Maar uiteindelijk hebben ze de mantelfoon wel kunnen helpen, dus. Het is gewoon heel erg goed dat Logeerhuis de Buren dat doet. Logeerhuis de Buren heeft ook wel een keer meegedaan natuurlijk aan deze podcast. Ja, voor de samenwerkingspartners. Aflevering 4 is dat geweest. Dus mocht je meer willen weten over respijtzorg, aflevering 4 en 5 van deze podcast, zeker even terugluisteren, ja. Ja, dus we hebben gewoon onze contacten natuurlijk in de stad. En dan is het fijn van dat ze ons ook weten te vinden. Of in ieder geval het advies kunnen geven om ons te bellen. Dus daar zijn we blij mee. Dus nou, ik kreeg die mensen aan de telefoon. En toen was het wel van dat ik dacht van waarom moeten ze een WMO-aanvraag doen? Want ik ken het buurtzorgpension wel. Ik heb dat wel eens eerder ook bezocht. En toen was volgens mij, zou het heel redelijk makkelijk moeten zijn om daar een indicatie voor te krijgen. Dus ik ben wel gaan bellen. Ik ben met Logeerhuis gaan bellen om te vragen van, nou, hoe zit het nou dat die man niet bij jullie terecht kan? En toen ben ik met het buurtzorgpension gaan bellen. En toen bleek eigenlijk van dat die informatie die in eerste instantie dat die mensen hadden gekregen om die WMO-aanvraag te doen. Toen hadden ze waarschijnlijk iemand gesproken die er net niet lang genoeg werkte. Of net niet daarvan op de hoogte was. Het komt namelijk ook niet heel erg veel voor van dat degene die verzorgd worden door mantelzorgen daar terechtkomen. Dus, omdat ik wist van dat het ook anders zou
moeten of kunnen. In ieder geval dat het in het verleden was. Ja, dan ga ik natuurlijk doorvragen. Ja. En het zou natuurlijk kunnen zijn van dat die mensen, ja, die horen dat. En die weten het ook niet dat het anders kan. En die gaan dan een verkeerde weg in. Wat jammer genoeg maar veel tijd kan kosten. Ja, nou, dit is denk ik ook een typisch voorbeeld waarbij je als mantelzorgcoach dat landschap goed in zicht moet hebben. Want er zijn meerdere wegen naar Rome. Herkennen jullie dit? Ik kijk even naar Aniek en Manon. Herkennen jullie deze situatie? Ja, ik herken het. Voor mij is het wel herkenbaar, ja. Ja, ja. Ja, en hoe ga je daarmee om? Ja, wat Sandro creatief eigenlijk zijn. Ook een beetje zegt, inderdaad, creatief zijn en soms ook een beetje drammerig. Ja, heel flauw gezegd. Maar ja, als je inderdaad als professional weet van, hey, maar dit, die informatie die mensen hebben gekregen, dat klopt niet. Om dan toch nog een keer naar die persoon of die organisatie te bellen en dat eigenlijk ook terug te geven aan diegene. Dus soms klinkt het bijna een beetje, of voelt het bijna een beetje alsof ik als mantelzorgcoach iemand anders aan het vertellen ben. Ja. Hoe hij zijn werk wel of niet goed heeft gedaan of ja. Dat soort dingen. Ja, dus ook ja. Soms een beetje. Maar een nee is dus niet altijd meteen een definitieve nee. Dus het is ook heel erg zoeken naar opties en mogelijkheden. En dit is uiteindelijk dus wel gelukt, Sandro, hè? Ja, mooi. Zeker, want ja, ik vind het altijd wel leuk om... het zag er wel goed uit dat het ging lukken. En toen heb ik natuurlijk nog wel een tijd daarna gebeld met de personen waar het om ging. En toen was de vakantie al geweest. Die man die was heel erg goed opgevangen in het buurtzorgpension in Spijkenissen, want dat was dichterbij van hen. En ja, ze waren gewoon heel erg blij. En wat belangrijk is dat die mantelzorgster echt op vakantie is geweest. Wist dat dat haar man in goede handen was. Dus die kon echt gaan ontspannen. Ja, en uiteindelijk is onderaan de streep dat natuurlijk hetgene waar we het voor doen allemaal. Dus meerdere wegen naar Rome op zoek. Ja, dat is gewoon nodig. En ja. niet elke situatie is vergelijkbaar. Dus je kan ook niet alles aan dezelfde kapstok ophangen, denk ik. Nee. Manon, wat heb jij meegenomen als voorbeeldsituatie? Ja, de kaas die ik eigenlijk wil inbrengen gaat over een mantelzorg die eigenlijk buiten Rotterdam woont. Want het kan ook vaak voorkomen dat we mensen spreken die buiten Rotterdam wonen, maar zorgen voor iemand die in Rotterdam woont. En in dit geval ging het om een dochter die voor haar vader zorgt, die woont in Rotterdam. Nou, het moment dat zij contact met ons opnam, lag haar vader al een week in het ziekenhuis. Herseninfarct gekregen. En zij was eigenlijk de enige persoon in haar familie die eigenlijk... haar vader ondersteunt. Dus voor de rest geen familie of een broer of zus. Dus eigenlijk alles kwam op haar schouders. En het moment dat zij eigenlijk contact met ons opnam, dat ik haar ook belde, was eigenlijk al heel erg emotioneel en eigenlijk al best wel overspannen. Ja. Het eerste gesprek heb ik vooral echt naar haar geluisterd, verhaal aangehoord, situatie verder uitgevraagd. En ook echt gekeken met haar van, nou, wat is er nu eigenlijk nodig om even tot rust te komen. We hebben toen het eerste gesprek hebben we samen een stappenplan gemaakt van hoe nu verder. Heb ik ook naar haar toe gemaild en dat gaf haar eigenlijk al echt al heel veel rust. En die week daarna heb ik gewoon contact met haar, elke week wekelijks met haar contact opgenomen. Van hoe gaat het nu met jou? Vooral dat vond ik ook heel erg belangrijk. Was toen op een gegeven moment dat ze aangaf van dat ze tegen als ze dan bijvoorbeeld bij haar vader op bezoek kwam. In het ziekenhuis en dan vroeg ze van, ja, is de arts nog langs geweest? Dan zei hij van, ja, die is langs geweest, maar hij kon dan niet echt uitleggen van wat de arts had besproken met haar vader. En dat was best wel, dat gaf haar heel veel frustratie. En ook eigenlijk heel veel zorgen van hoe nu verder als hij straks thuis komt te wonen. Dat is allemaal binnen een periode van een week, is dat dan die wervelwind ontstaan? Of? Het moment dat ik haar, dat was de eerste week dat ik haar sprak. Toen heb ik haar elke week gesproken en waren ze ook bezig met... Zou haar vader naar het revalidatiecentrum gaan? Oh, het speelde al langer. Ja. En mijn vrouw woonde in Utrecht en ze had geen auto. Ze studeerde, ze werkte. Ze kon gewoon niet elke dag naar haar vader toe gaan met openbaar vervoer. Het kostte gewoon ook heel veel geld. Dus wat ik op een gegeven moment ook heb aangegeven aan haar... van misschien is het ook fijn om jouw zorg te uiten bij de arts... en misschien contact op te nemen met de bedrijfsmaatschappelijke werker... of de medisch maatschappelijke werker in dit geval. En dat heeft ze dus gedaan. En... echt een positief antwoord kwam eruit. Dat ze ging kijken of vader kan revalideren in Utrecht, dichtbij haar huis. Ja. Dat is uiteindelijk ook gelukt. Dus dat op een gegeven moment toen hij in het revalidatiecentrum was in Utrecht... kon zij gewoon 10 minuten loopafstand, kon ze gewoon elke dag naar haar vader gaan. En dat scheelde haar... Ten eerste hoefde ze niet elke keer met openbaar vervoer. En dat gaf haar ook gewoon heel veel rust. En vanuit het ziekenhuis
vanuit het ziekenhuis en vanuit de revalidatiearts hebben ze eigenlijk ook alles geregeld omtrent de zorg thuis. Dus daar zijn ze mee aan de slag gegaan. En dat was eigenlijk haar, dat was eigenlijk haar grootste zorg waar ze tegenaan liep. Ja. En dat is uiteindelijk allemaal goed gekomen. En, je hebt dan ook veel contact met, met andere regio's. Je probeert, hè? Het gaat niet echt alleen om puur en alleen Rotterdam en omstreken. Maar... Ja. Ik heb voor haar ook nog contact opgenomen met de mantelzorgondersteuning in Utrecht. Ja, precies. Die wilde haar ook ondersteunen, maar uiteindelijk gaf ze zelf aan van... nou, weet je, het gaat op zich nu wel goed. En ik ben ook gewoon bezig met een... ik ga naar een coach en met mijn vader gaat het nu ook goed. Dus dat is uiteindelijk allemaal goed afgelopen. Ja. Dat is eigenlijk ook fijn. En ik denk dat het gewoon heel erg belangrijk is dat mensen gewoon, vooral mantelzorgers, hun zorgen uitspreken. Ook in het ziekenhuis of bij een huisarts of bij een bepaalde organisatie waar ze eigenlijk tegenaan lopen. Want vaak hebben ze het idee dat ze alles zelf moeten oplossen en kennen ze niet zo heel goed de wegen. Maar in dit geval is er bijvoorbeeld in het ziekenhuis ook een maatschappelijke werker die jou te woord kan staan of een transferverpleegkundige die heel veel dingen voor jou kunnen regelen. En wat doe jij om zeg maar die onuitgesproken dingetjes toch boven water te krijgen? Want voor hetzelfde geld had je helemaal nooit geweten dat die afstand om dat de hele tijd te reizen heen en weer. Ja, als niemand dat zegt, dan moet je maar achterkomen. Hoe vragen jullie dan door of proberen jullie dan samen? Ja, we proberen altijd wel door te vragen en kijken gewoon ook hoe de mantelzorg erop reageert. Soms geven we ook gewoon adviezen waarvan je denkt van ja, je kan wel een advies geven, maar nemen ze het advies ook wel aan. Ja, ja. En wat ik ook heel erg fijn vind, is om gewoon met collega's situatie te bespreken van wat kan ik in deze situatie nog doen voor haar? Of wil je even met me meedenken? Hebben jullie ook een soort van weekoverleg of... Nee, we mailen wel elkaar gewoon dagelijks als we vragen hebben. En dat is gewoon heel fijn. Ja, we kijken ook wel gewoon echt met elkaar mee van... met welke mantelzorgers heb jij nou contact? En wat is hun situatie? Zodat we ook gewoon echt met elkaar mee kunnen denken. Ja. En inmiddels hebben we natuurlijk al best wel veel mantelzorgers gesproken. Dus ja, soms voel je ook... weet je gewoon een beetje van... oh, wacht even, de situatie is dat dochter in Utrecht woont... vader in Rotterdam woont, ja, dan weet je inmiddels ook wel dat... Dat is gewoon de ervaring. Ja, dat is niet per se zo, maar dan weet je wel van... oh, nou, daar kan ik nog op doorvragen, omdat we van veel mantelzorgers wel horen... dat natuurlijk die reistijd en sowieso afstand en de energie die het dan nog extra kost... dat die ook wel een rol spelen. Dus dat helpt ook heel erg. Ja. Dan zie je toch dat signaleren van dingen, dat is het. Daarom is het een vak... Ja. Apart eigenlijk wat jullie doen. Klopt. Annick, wat heb jij voor situatie meegenomen? Wat wil je... Ja, nou, ik had contact met een dame die mantelzorger was voor haar zus, die terminaal was. Die had eigenlijk heel kort van tevoren te horen gekregen dat ze ongeneeslijk ziek was. En eigenlijk op het moment dat die diagnose er was, was ze ook direct terminaal. Dus was duidelijk dat er geen behandeling meer... Dan gaat het ineens heel snel. Ja, precies. Dus iemand is dan ook ineens mantelzorger. Ja. En zit je natuurlijk ook met je emoties van afscheid nemen van je zus. En alle zorgregelen die daarbij kwam kijken. En er was wel zorg. Er was een indicatie waaruit in ieder geval... 's avonds, 's nachts en 's morgens in ieder geval... een professionele hulpverlener betrokken was. Maar dan... Ja, waren de uren dat ze zorg konden krijgen ook op. Dus dat betekende dat overdag de mantelzorger eigenlijk alleen was met haar zus. Het huishouden bij haar zus probeerde te regelen. Het emotionele stukje ondersteuning probeerde te bieden aan haar zus. Ook nog met haar eigen emoties zat. Er kwam natuurlijk ook allemaal bezoek over de vloer, wat ook afscheid kwam nemen. Dus het was ook heel emotioneel beladen. Ja. En zij wilde dus eigenlijk voor overdag ook nog wat ondersteuning, maar ving eigenlijk overal bot. Omdat de indicatie, die was al helemaal vol. En als ze belde, dan kreeg ze te horen, ik bel je terug. En dan werd ze niet teruggebeld. Ja. Of dan moest ze zelf weer ergens voor bellen. En uiteindelijk heb ik dus contact gehad met een vrijwilligersorganisatie die vrijwilligers inzet bij terminale zorg. Ook dat kostte nog wel even wat tijd en inspanning hoor, om dat te regelen. Want uiteindelijk was er dus een vrijwilliger bij die mantelzorger langs geweest. Maar die mantelzorger kon zelf eigenlijk niet zo goed aangeven, natuurlijk door alle emoties en dat soort dingen, wat ze dan nodig had. Dus wat die vrijwilliger voor haar kon doen.
Dus toen wist die vrijwilliger het ook niet zo goed. En die had gezegd van, nou, hier heb je mijn telefoonnummer. Als ik wat voor je kan doen, dan bel me maar. Op zich natuurlijk hartstikke aardig. Ja, maar daar gaat natuurlijk nooit iemand bellen nee, dan. Nee, er was nee, nog niet mee geholpen. Dus toen heb ik uiteindelijk weer via de coördinator van de vrijwilligersorganisatie weer geregeld dat eigenlijk die vrijwilliger wat meer het voortouw zou nemen in wat ik voor je kan doen. Of gewoon zeggen, ik kom dan langs en dan kijken we op dat moment wel wat ik kan doen. Zodat er in ieder geval gewoon 2 keer per week in ieder geval iemand langskwam zonder van tevoren af te spreken dit of dat. Je merkt vanzelf wel wat je op dat moment kan doen. En daar was ze was heel blij mee. Ja, en dat is een typisch voorbeeld waarbij het dan ineens heel snel gaat. Hè? In een hele korte periode komt er ineens heel veel op je af. Dat is iemand die misschien in een hoop emotie ook belt naar Mantelfoon. Zeker, ja. Wat hebben deze 3 casussen nou met elkaar gemeen? Ik denk dat vanuit mijn kant gezien, zeg maar vanuit de centrale, vind ik het heel belangrijk. Dat hoor ik eigenlijk bij elke casus, dat vanuit de mantelzorgcoach er ook weer even teruggebeld wordt van hoe gaat het nu met? En ik denk dat dat erg belangrijk is ook. Ja. Omdat, wat Annick ook al eerder aangeeft, zij gaan zelf waarschijnlijk niet nog een keertje bellen. Omdat het heel lastig is om je zorg zeg maar aan te geven. En dan is het dus inderdaad in dit geval heel belangrijk dat zij even terugbellen van joh, hoe gaat het met je? En dat is, vind ik, in zulke situaties erg belangrijk. En als je dan hoort dat het nog niet geregeld is, om daar zelf ook weer proactief je tanden in te zetten, zeg maar, om het alsnog voor elkaar te krijgen en niet tegen die mantelzorger te zeggen van, nou, dan moet je nog, je weet, je hebt het nummer toch, bel dan nog een keer, of dan moet je hierheen, of dan moet je dit, of dan moet je dat. Maar zelf als mantelzorgcoach daar ook gewoon echt een actieve rol in aannemen. Manon, jij zei ook van, ik bel gewoon elke week naar die mensen, of ze er nou zitten op te wachten of niet. Ja, en dan geeft ze vanzelf wel aan. In mijn geval was het gewoon van, dan zei ze van, nou, ik ben nu op school, maar je kan me om 5 uur bellen of om 4:30. Dat vond ze ook fijn, maar vanuit haar overbelasting en het werd daar allemaal ook een beetje te veel, kan ik ook begrijpen dat je dan niet zelf contact opneemt. Ja, sommige mensen doen dat natuurlijk wel, maar in haar geval niet. Dus dan nam ik met haar contact op en dat vond ze gewoon heel fijn. En dan elke keer die proactiviteit. Even kijken, hoe gaat het? Hoe gaat het met jou? Hoe gaat het met je vader? Kan ik nog iets voor jou betekenen? Kan ik nog even met je meedenken? Ja, en dat geeft hen ook wel dat ze weet dat er iemand achter hun staat. Maar als ze dan vragen hebben omtrent mantelzorg, dat er echt naar ze geluisterd wordt, Heb je ook wel een situatie? Ja, Sandra? Nee, wat ik wel merk, hè, in ieder geval dat bellen wat we doen. Het begint eigenlijk al van als een casus op ons bureau, hè, van de mantelzorgcoaches, terechtkomt. Dan, mensen zijn vaak al blij van dat er al redelijk snel gebeld wordt. Dat verwachten ze niet altijd. Dat ze überhaupt teruggebeld worden. Precies. Ja. En dat is al heel erg fijn om te doen. En wat je net ook hoorde, ofzo, we hebben wel zoiets in ons van je moet wel het gevoel hebben dat het afgerond is. Hè? Dat de vraag beantwoord is en dat mensen weer echt verder kunnen. Of in ieder geval kunnen aangeven, zo is het even genoeg. En dat hoor je elke keer wel terug, dat mensen dat heel erg fijn vinden. En natuurlijk gaan we niet constant mensen bellen als ze hebben aangegeven van het is wel klaar of zo. Maar je voelt, we denken dat, denk ik, wel goed aan te voelen van wanneer het nog nodig is of wanneer het kan stoppen. En natuurlijk doe je dat ook op een gegeven moment in overleg met degene waarmee je bezig bent. Ja. Hebben jullie het gevoel dat je iedereen die belt ook altijd kan helpen? En ik kan ook me voorstellen dat mensen die bellen een bepaalde verwachting hebben bij wat Mantelfoon dan is, maar dat niet helemaal strookt. Kijk heel even naar Marielle. Heb je altijd het gevoel dat je mensen... Ja, dat is bij mij denk ik een beetje dubbel. Want op het moment dat ik denk van, nou, ik zou op dit moment eigenlijk niet weten hoe ik het op dit moment kan oplossen, dan is het voor mij heel makkelijk en stuur ik een mailtje naar het back-office. Ja, en dan mogen zij het uitzoeken. Dan mogen zij het inderdaad oplossen. Ik niet succes ermee, jongens. Dus nee, dat is voor mij gezien een beetje een lastig verhaal. Uiteindelijk probeer ik natuurlijk gewoon zoveel mogelijk mensen in 1 keer te helpen. Daar hebben we de dames voor en Sandro voor aan de telefoon. Hebben jullie altijd het gevoel dat je iets kan betekenen? Of zijn er ook situaties waarin je echt denkt, ja, sorry meneer of mevrouw, ik heb echt niks voor u? Ja. Ik heb soms wel eens situaties meegemaakt dat bijvoorbeeld iemand dan specifiek vraagt naar een mantelzorgvergoeding.
En dat je ze dan gewoon, informatie geeft erover. Gewoon geld. Mensen ze vragen om geld. Ja, daar informatie over geeft. En dan ook nog wel meedenkt met bepaalde oplossingen. Maar dat ze dan niet echt blij zijn met het antwoord. Ja. En ja, dat vind ik soms als mantelzorgcoach wel vervelend. Want je wilt eigenlijk iedereen gewoon helpen. Of dat je gewoon een goed gevoel erover hebt. Maar ja. Ja. Nee, soms, dat herken ik wel, soms, inderdaad. Soms is het gewoon wat het is. Soms is het gewoon wat het is, ja. Sandro? Ja. Ja, je probeert natuurlijk zo goed mogelijk uit te leggen van wat de mogelijkheden zijn. En ja, sommige dingen zijn gewoon een feit. Hè. Wat dit betreft, hè, gewoon dat mensen hopen dat ze een vergoeding krijgen voor het mantelzorgen. Maar goed, die vraag pakken wij dan altijd wel wat anders op. Want heel vaak denken mensen dan aan een persoonsgebonden budget. Dat ze daaruit betaald zouden kunnen worden. Hè. Dus dan ga je checken of dat het geval is. En als dat het idee is, ga je daar natuurlijk veel meer uitleg over geven, over wat dat dan is en wat dat betekent als iemand die verzorging nodig heeft, een PGB krijgt en van daaruit zorg wil gaan inkopen. Ja. Wat dan eventueel weer door iemand in de omgeving gedaan zou kunnen worden onder bepaalde voorwaarden. En dus we kijken altijd nog wel naar wat is de vraag achter de vraag. Ja, precies. Er is daar gewoon echt een verschil in tussen. Praktisch kunnen we meestal wel helpen. Maar als het echt wat verder gaat, dan is het ook wel nodig dat bepaalde dingen die je aangeeft of mogelijkheden die je aanreikt, dat vraagt ook wat van de mantelzorger om daar dan in mee te gaan. En soms zijn mensen inderdaad nog niet zo ver door allerlei verschillende redenen. Al heb ik dan toch wel het idee dat je vaak iemand dan toch wel geholpen hebt, maar dan misschien niet op die manier dat diegene zegt van ja, oké, dat wil ik en dat gaan we doen. Maar ik hoop dan toch altijd dat je wel een zaadje geplant hebt in ieder geval. Ja, of dat je in ieder geval mensen iets hebt kunnen duiden. Ja. Ja, precies. Nee, want het zou natuurlijk kunnen zijn. Hè? Mensen hebben een bepaalde voorstelling van iets. Nou, als dan veel onduidelijk wordt van nou, dat is gewoon niet mogelijk. Dan biedt dat aan ook weer de mogelijkheid om vanaf dat moment te gaan kijken van oké, dit lukt dus niet. Wat dan wel? Ja. En dus het is wel heel erg goed om in te gaan op wat mensen het liefst wensen of hebben. En dan kunnen ze dat, als dan blijkt van oké, ik dacht dat het kon, maar het kan niet. Dan kunnen ze dat misschien ook makkelijker achter zich laten of afsluiten. En dan die nieuwe weg gaan zoeken. Dan heb je wel die juiste informatie voor nodig. Die kunnen wij wel vaak geven. Ja, jullie kunnen in dat opzicht gewoon ervoor voorkomen dat mensen niet onnodig gaan zitten zoeken naar iets wat er niet is. Want jullie weten of het er wel of niet is. Dat is gewoon, ja. Ik kan me ook voorstellen dat je, tenminste, dat heb ik wel eens, dat ik heel erg snel de neiging heb om met hele praktische adviezen te komen. En dan moet je dit doen, dan moet je dat doen. Terwijl daar zitten mensen misschien helemaal niet op te wachten. Hè? Ze willen gewoon hun hart luchten. Komt dat bij jou ook voor, Marielle, dat mensen gewoon eigenlijk helemaal niet op zoek zijn naar per se advies? Of, Zeker, sommige mensen die bellen inderdaad ook gewoon om inderdaad even hun verhaal kwijt te kunnen. En dan is het heel belangrijk inderdaad dat je een luisterend oor biedt. Dat gebeurt regelmatig. Ja. Ja. Toch moet ik wel zeggen dat mijn ervaring wel is dat meestal ook al bellen mensen alleen voor een luisterend oor. Op het moment dat je met ze in gesprek gaat en je hebt geluisterd en je reikt ze dan ook wat praktische dingen aan, dat ze er juist vaak wel heel blij mee zijn. Ondanks dat het inderdaad natuurlijk een valkuil kan zijn als je dat te snel of te veel doet. Ja. Maar toch zijn ze meestal wel blij met praktische dingen ook die je ze aanreikt. Omdat ze ook van tevoren geen idee hadden dat het überhaupt bestond of wat dan ook. En ja, als ze dat dan horen, dat ze denken, oh, nou, het heeft me eigenlijk meer opgeleverd dan alleen een luisterend oor. Precies, want soms inderdaad dan bellen ze en dan hebben ze niet het idee dat ze per se ergens hulp bij nodig hebben. Mm. En uiteindelijk door inderdaad actief te luisteren merk je dat er inderdaad meer bij komt kijken dan alleen een luisterend oor. Ja. Ja. Dus zo zie je inderdaad dat dat erg belangrijk kan zijn. Ja, je weet niet, je kan niet weten wat je niet weet. Nee, dus jullie weten waarschijnlijk wel wat er mogelijk is. En desnoods bel je een week later. We hebben vorige week gesproken. Ik heb nog even over nagedacht. Maar misschien moet je dit of dat toch eens overwegen. Ja, werkt dat zo? We zijn natuurlijk het luisterend oor. Hè? Want dat doen we. Maar we zijn wel... je kan ook zeggen dat we een luisterend oor zijn met kennis. En want in de zin van als mensen hun verhaal vertellen, je kan ook aan iemand anders het verhaal vertellen. Maar wij kunnen door de kennis die we hebben daar net even anders op reageren, waardoor je gelijk wat dingen aanraakt waar mensen mee bezig zijn. En dat ze daar gelijk ook weer helderheid over krijgen of inzicht over krijgen over hoe de dingen bij henzelf werken. Of hoe ze met dingen omgaan. Omdat we gewoon weten van
hoe het kan zijn bij mantelzorgers. Ja, maar zeg ik het goed als ik zeg dat jullie ook dat het heel erg helpt dat jullie een neutrale positie hebben. Want ik kan me voorstellen dat als je je verhaal vertelt aan familie of aan vrienden, dan zit er al zoveel geschiedenis aan voorafgaand. Ja. Jullie kunnen echt een soort van heel blanco en objectief neutraal ergens naar kijken, toch? Ja. Ik heb het wel eens teruggekregen van de mantelzorger, want toen heb ik er naar gevraagd. En die zeiden van ja, als ik zeg maar aan iemand het verhaal doe in mijn omgeving, die wil dan gelijk wat doen voor me of dingen uit handen nemen. En dat wil ik helemaal niet van die persoon. En dus dan wordt dat eigenlijk weer een last. Ja. En dan vinden ze het inderdaad, wordt er gezegd van ja, het is juist fijn om juist met iemand als wij te praten, onafhankelijk. En die daar een beetje boven staat of buiten staat. En dan kunnen we nog steeds heel erg veel betekenen. Maar in ieder geval die last hè, van je vraagt iets aan iemand en dan geeft het jou weer gedoe. Dat gevoel geven wij natuurlijk nooit. Nou, ja, dat zeg je denk ik heel goed. Wat maakt jullie vak zo mooi? Want je hebt 4 mensen aan tafel die zich allemaal elke dag hard maken voor. En voor mij toch wel het helpen van andere mensen. Ja, maar wat? Ja, maar hoe ziet dat eruit? Hoe ziet dat eruit? Ja, bij mij is het een ander verhaal denk ik dan bij Aniek, Manon en Sandro. Ja. Bij Sandro inderdaad. Ik ben uiteindelijk het eerste aanspreekpunt van de mantelfoon. En daardoor bied je uiteindelijk een luisterend oor. Wat voor casus ik vandaag heb meegenomen is eigenlijk voor mensen die dus niet weten dat ze mantelzorger zijn. En dus eigenlijk vragen, nou, wanneer ben je mantelzorger? Nou, dan geven wij dus wel altijd die stelregel mee. Hoeft uiteindelijk inderdaad wat eerder benoemd werd niet zo te zijn. Maar vaak is het zo dat er een mantelzorgverklaring nodig is of ja, niet per se schriftelijk nodig is, maar dat er een waardering komt kijken vanuit de gemeente Rotterdam, vanuit Mantelfoon. En dat wij mensen daarover proberen te informeren. En dat zij dus vaak ook zien van, nou, weet je, als mantelzorger word ik wel gezien. Ja. En dat is eigenlijk ook niet altijd het geval dat mensen dat weten. Dus wij proberen ook aan te geven, nou, mocht je mantelzorger zijn en je wil een mantelzorgverklaring aanvragen, dan komt daar een waardering bij kijken. Die waardering ziet eruit met een Rotterdampas en een OV-tegoed op die Rotterdampas. En vaak weten ze dan ook niet hoe ze het tegoed aan moeten vragen van de OV-kaart. En dan proberen wij ze in dat opzicht dan wat meer daarin te begeleiden hoe dat mogelijk is. En dan hoeft het niet zo snel doorgezet te worden naar back-office. Mm-hmm. Maar op het moment inderdaad dat er verhalen komen kijken, als net bij de casussen van de rest zeg maar hier aan tafel, dan is het wel handig dat wij zoveel mogelijk proberen te luisteren, naar het verhaal proberen te kijken en het door proberen te zetten naar het back-office. En op dat moment geeft dat mij wel al een goed gevoel, omdat ik weet dat zij daar dus zo goed mee aan de slag gaan. Ze nemen er de tijd voor, ze proberen terug te bellen en uiteindelijk toch inderdaad de mensen aan de andere kant van de telefoon te helpen. En ja, dat vind ik voor mij, ja, voor Mantelfoon vind ik dat erg belangrijk, ja, zeker. Ja. Ja, ik had bijvoorbeeld pas een vrouw die een vrouw op leeftijd. En die wilde zich aanmelden voor een cursus voor computerles. En ik had daar al een paar keer gebeld omdat ik erachteraan ging met ik ging contact opzoeken met een welzijnsorganisatie die dat aanbiedt. Mm-hmm. Nou, toen was ze was gewoon zo blij en elke keer, oh, dank je wel, liever, dat je weer terugbelt en dat je dit allemaal voor me uitzoekt. Dus ja, zulke verhalen dan weet je dat je echt iets voor iemand hebt betekend. En dat geeft je gewoon echt een fijn gevoel. Ja. Als iemand gewoon zijn waardering uitspreekt voor wat jij voor diegene hebt betekend. Het kunnen soms gewoon echt hele kleine dingen zijn. Ja. En er was een mantelzorger en die had inderdaad tijdens het klanttevredenheidsonderzoek gezegd van, ik kreeg meer dan waar ik voor kwam, om maar zo te zeggen. Ja. Ik denk dat dat wel heel typerend is voor Mantelfoon. Ja. Nog steeds uniek in Nederland? Of zijn er al regio's die... Nee, sinds kort is er ook, hebben we ook Mantelfoon Leiden. Dus dat is heel erg leuk. Dus wegens succes uitgebreid, zullen we maar zeggen. En er zijn ook wel wat andere plaatsen waar wel initiatieven zijn gelijk aan Mantelfoon. Ja. Maar in Leiden heet het dus ook Mantelfoon Leiden. Dus dat is wel echt heel erg leuk natuurlijk. Wat goed. Ja. Nou, dat mogen jullie denken. Op de dag van de mantelzorg, is die inderdaad gelanceerd. Dus dat, Ik denk dat jullie heel trots mogen zijn op alles wat jullie hebben gedaan dit jaar, maar gewoon wat jullie elke dag doen. En ook het komende jaar. We gaan weer een spannend jaar tegemoet. Maar de boodschap is, heb tijd en aandacht voor elkaar. Wees een beetje lief voor elkaar. Dat is denk ik mooi, hè? En dan komt eind goed, alles altijd goed. Precies. Dank je wel. Dank je wel. Jij ook bedankt.